Zoals in elke grote stad is ook in Rotterdam de autobus een vertrouwde verschijning. Hoeveelen maken niet elke dag gebruik van dit populaire vervoermiddel dat de buitenwijken dichter bij het centrum brengt en omgekeerd. Er komt heel wat voor kijken om dit wagenpark de verzorging te geven die het nodig heeft. Rotterdam mag zich sinds kort gelukkig prijzen met het bezit van een rust- en herstellingsoord voor deze bussen, uniek in Nederland, ja misschien wel in Europa. Deze grote garage die ruimte biedt voor 200 autobussen is voorzien van de modernste technische snufjes, als bijvoorbeeld de wasplaats voor twee bussen die tegelijk onder de douche kunnen. 6000 liter per douche en het vuile water wordt onder de grond afgevoerd. En dan in de werkplaats de 18 hydraulische hefbruggen die een inwendig herstel der bussen ten zeerste vergemakkelijken. Onnodig te zeggen dat deze kolossale garage voor het tram- en autobusbedrijf van Rotterdam en dus voor de bevolking van de stad een belangrijke aanwinst is.